Hallo, hartelijk welkom bij Galerie Pictura Aaien. Mijn naam is Roel van der Veen, galeriehouder. Galerie Pictura een kwart eeuw spraakmakend. Zondag 14 november zouden we een feestelijke opening hebben. Deze zou dan door Sef oud oudstafmedewerker van het Limburgs Museum geopend worden. Helaas gooide de corona roet in het eten. Maar we moeten verder, want ook zonder feestelijke opening bestaan we 25 jaar en we hebben een prachtige expositie. De tekst van Jos Groninger vind ik te mooi om even niet te vermelden, hij schreef: Ook in de kleinste perken bloeien de mooiste planten. Het Noord-Limburgse Aaien is klein bemeten van oort met onverwachte pareltjes En Galerie Pictura is daar één van. In het Aaiense kunsthuis met landelijke allure staan Roel van der Veen en Britta Seyvaert stil bij het 25-jarig bestaan van de galerie. 15 november was het exact 25 jaar geleden dat wijlen oud-burgemeester Klaverdijk van de gemeente Bergen de galerie opende. Ik sta de boek als een kunstliefhebber in hart en dieren. Mijn vrouw Britta... Gaat nog een stapje verder en zegt Roel is een levenskunstenaar. Dat ondernemingsgeest en kunst uitstekend matchen bewijzen zij al jaren. Was bij de eerste tien jaar de, de blik voornamelijk gericht op moderne kunst, sinds 2006 wordt er voornamelijk uitstekend hyperrealisme getoond. Trots zijn we op het feit dat we mochten exposeren met. In 1999 met de magisch realist Joffra, die helaas in 1998 net was overleden, samen met de beeldhouwer Pieter Kortekraas. De expositie werd geopend door de vriend van Joffra en onze vriend Gerrit Luidinga, ook helaas overleden. In 2001 exposeerden we met de moderne kunstenaars Richard Smeets en Kenning Kreekwaar. Van de, werf, van de laatste kunstenaar hangen er ook werken op het gemeentehuis in de gemeente Bergen. In 2002, Annelies Hoek, die het portret van de koningin Beatrix mocht schilderen en die wij mochten inlijsten, en wij een zeefdruk daarvan aan de gemeente Bergen hebben geschonken, die nu nog steeds op de burgemeesterskamer hangt. In 2007 mochten we exposeren met de Haagse kunstenaar Sierk Schreuder. Zeer bekend in, in, in Nederland in zijn tijdperiode. Deze werd geopend door kunst- en kidsfactjurielid -vak en ruimbranddeskundige Theo Laurentius. In 2008 opende op Europarlementariër Ria Omen de groepstentoonstelling Hedendaags Realisme. In 2010 prachtige aquarellen van Max Krijn. En met hem. ...zijn we voor de eerste keer naar de kunstbeurs gegaan, de Open Art Fair in Utrecht. 2012 werd de expositie Het Model geopend door de internationaal bekende modecouturier Ronald Kolk. In 2013 de expositie Alleen voor je Dames. Deze werd geopend door de bekende schrijfster Mirjam Rotenstrijg. In 2014 was er een uitwisseling tussen Britta Seyfert en Jacques Tange. Jacques Tange was in 2005 kunstenaar van het jaar. In 2014 de Belgische, de, sorry, de Franse kunstenares Nathalie Picolet, met haar fabelachtige pastelschilderijen, samen met de bekende Belgische beeldhouwer Irénée Duris. In 2005, 2015 gaven we het kunstboek Realisme 2015-2016 uit, met meer dan 150 kunstenaars. In 2017 kreeg dit boek een vervolg in het boek Realisme 3. Kunstliefhebber en oud-directeur Dirk Scheringa deed de presentatie daarvan. In 2018 hadden we de expositie Landleven, die door oud-Tweede Kamerlid Jacques Monas werd geopend. Wij mochten deelnemen aan de kunstbeurzen Open Art Fair in Utrecht, First Art Fair in Amsterdam, Kunst en Antiek Event in Naarden, de Art Hassel en de Art Breda. En een aantal keren mocht ik ook gastcurator zijn voor het Museum Tijnhof in Koeverde. Deze reeks van exposities, de beurzen en de uitstraling van de galerie bezorgde de galerie in 2017 een plaats in de top 10 van Nederlandse galerieën. Gekozen uit meer dan 500 galerieën. En dat brengt ons weer terug tot het heden, 25 jaar Galerie Pictura. Met prachtige kunstwerken van de kunstenaars Hermien Buitendijk, Janneke Bruines, Lisette Visser, Mark van Krombrugge, Paul Wiegers, Rome Canus, Gerard Huisman en Britta Seyfert. Zij zijn meesters in compositie vakmanschap en stofuitdrukking en weten de stijl van Galerie Pictura exact weer te geven. Lisette Visser deed in 2013 mee aan Sterren op het Doek en mocht Irene Moors portretteren. Bij ons ziet u van haar recent geschilderde portretten in warme tinten. Als ik haar schilderijen zie, denk ik gelijk Lisette Visser. Zoals zij is, zo zijn haar schilderijen. Gerard Huisman schildert meestal stadsgezichten waar het licht van de winter en de warme zomeravonden een belangrijke rol spelen. Hij exposeert vaak bij gerenommeerde galeries in Amsterdam en in Utrecht. Vandaar twee schilderijen van haar Utrechtse grachten. Mark van Kronbrugge is een echte hyperrealist. Toen ik hem kwam en zijn werk zag, vroeg ik hem, waar ben je al die tijd geweest? Want hij exposeerde nergens. Hij zegt... Ik schilder, ik ze. zet er een lijst omheen, pak ze in en zet op zolder. Hij had geen zin om met de schilderijen bij galeries langs te gaan en ze aan te bieden. Wij zijn blij zijn schilderijen hier te mogen exposeren. Paul Wiegers is een echte romanticus. Hij schildert naar zijn grote veel voorbeeld Barend Cornelis Koekoek. De meest bekende, de meest bekende van de Koekoek-family. Zijn werken worden elk jaar door collectie Harms uit Rolde gepresenteerd op de Pan in Amsterdam, die net, nu, nu, nu net weer geopend is en alleen nog voor het komend weekend bezichtig is. Paul Wiegers was daar zelfs een jaar de best verkopende kunstenaar. Dan komen we bij de briljante tekeningen van Britta Seyfert. Haar techniek en haar potloodvaardigheid is fabelachtig. Haar stofuitdrukking zo mooi en zo zacht, daar kun je alleen met open mond naar kijken. Zij geeft hier de, in de galerie onder de naam Teken- en Schildersacademie Britta Seifert cursussen aan 24 cursisten per week. En er zijn er die erbij, die moeten een uur rijden om deze te kunnen volgen. En dan heeft ze nog een wachtlijst. De beeldhoudster Remikanus boetseert op een krachtige wijze. Men vraagt wel eens aan haar: En wat is je mooiste beeld? En dan zegt zij: Mijn laatste. En elke keer is er een laatste. En zij denkt dan, elk beeld, elk beeld is het mooiste en ze is nooit tevreden. Rome streeft naar het vastleggen en vasthouden van beweging. Wat voor het leven, voor haar het leven is. Alles wat ik waarneem geschiet in beweging. August Rodin zei ooit, beweging is de ziel van alle dingen en drukt het leven uit wat hen verwarmt. Dus zij gaat nog wat druk krijgen, want er is nog veel te doen. Werken met klei heeft het leven van Hermine Buitendijk verrijkt. Zij heeft daardoor bijzondere mensen ontmoet en er warme vriendschappen aan overgehouden. Mensen van allerlei plumage. De hele omgeving riep ook vaak op tot een bepaalde spot die gedrenkt was in het deken van onbevangen dromerigheid. De beelden van processies door de straten van het Limburgse heveland en het schilderachtige carnaval. Met clowneske eenlingfiguren waren prachtig en een voedingsbewoning voor haar. Fantasie. Janneke Bruynes maakt prachtige Speelse vrouwfiguren in klei. Spannend, kleurig en een beetje sexy, maar zeker ook met een zelfdiepere betekenis. Ze zijn uitdagend en zelfverzekerd, maar vermijden oogcontact. Ze zijn er om bekeken te worden. Vanuit zichzelf geven ze niets prijs dan hun kleurrijke uiterlijk. Vrouwen vormen vanaf het begin een belangrijk thema in het werk van Janneke. Ze tekent naar model en houdt van die prachtige lijnen die ze ziet bij haar modellen. Ze vangt ze in klei, de houding aangepast aan het verhaal dat ze wil vertellen. U hoort het. Een fantastische selectie kunstenaars met een brede ervaring. Wij zijn dankbaar dat ze met onze jubileumexpositie mee wilden doen. Die helaas niet geopend kon worden zoals we wilden. Maar we zijn hier nog het hele jaar jarig en misschien komt er nog een moment waarop we nog kunnen vieren. Nu zijn we nog steeds op dinsdag tot en met zaterdag geopend tussen 2 en 5. En natuurlijk op afspraak, maar wel met QR-code. Voel u ondanks de beperkingen welkom in onze galerie. Tot ziens.